Het duo Bolland en Bolland verkocht wereldwijd 67 miljoen platen. De Haagse broers scoorden monsterhits met Falco en Status Quo. Maar botsende karakters maakten een eind aan de samenwerking. Totdat Rob Bolland ongeneeslijk ziek werd verklaard en hij samen met broer Ferdy nog één keer de studio indook om gezamenlijk een nieuwe single op te nemen. Want hoewel de tijd dringt, is Rob nog niet klaar. Als een kind in de wildernis, het begin nog zo dichtbij. You know, I begged, stole, and I borrowed. Yeah. Morgen. Waarom is het? Vind je het goed als ik even naar boven loop naar de gitaren? Ja? Oké. Oké, dankjewel. He's like Sunday morning. Swam is het? Oh, kijk daar. Oh ja, dat is hem inderdaad. Ja, ik ken hem niet zo helemaal mooi uitgestald. Ik herken hem alleen toen hij nog ging. Ja, dit is hem, ja. Ja. It's not time to make a change. Ik ga geen heel liedje spelen, hoor. Ja, dit is hem. Ja? Klasse. Ja. Zie je maar inpakken? Nou, heel erg graag. Dan ga ik het eventjes heel goed maken. Ik ben net naar Den Haag verhuisd. En instrumenten, alles wat met de studio te maken had, dat zit in de opslag. En ik heb nu een aantal aanleidingen om weer in mijn eentje wat liedjes te gaan zingen voor het publiek. Dus ik had een akoestische gitaar nodig en toen belde ik Jan het Hoen van Key Music, en dat is een vriend van me, en die zei van, joh, ga langs mijn winkel en zoek een gitaar uit. Dus dat vond ik onwijs leuk. Dus daar ben ik hem dankbaar voor, ja. Doeg. Dag. Den Haag is voor mij thuiskomen eigenlijk, zeg maar, dat klinkt een beetje banaal, maar dat is het echt. Ik woon nu in het centrum. Dat is een super ervaring. Ik merk zelfs dat mensen ook zelfs groeten hier nog en zo, en veel opener. Veel Hagenezen zijn sowieso, vind ik, in het algemeen, vind ik veel, ja, leuk om mee om te gaan. Ik ga de koffer uitpakken. Ik ben zo moe. En dat hoort erbij. Ja hoor, daar is hij. Om heel kort te zijn, ze hebben me hier geopereerd, een stuk uit mijn lip gehaald, mede een stuk uit mijn kin. Dus ik heb haast weer onderlip meer. Ze hebben dit helemaal 35 keer bestraald, chemo's erop losgelaten. En nu hebben ze me opgegeven, in die zin, niet opgegeven bij een voetbalclub, maar opgegeven als zijnde nog behandelbaar. Dus ik ben, zeg maar, vanaf anderhalf jaar ben ik niet meer onder behandeling en kunnen ze niks meer doen eraan. Dus ik zit een beetje op de klok, zal ik maar zeggen. Dat doet me eigenlijk wel goed. Naarmate je er aan wendt, komen er heel veel positieve dingen aan. Als je denkt van, kom maar op jongen, nog even wat doen. Ik ben met een single met mijn broer samen, met wie ik redelijk lang in Omin heb geleefd. En nog steeds natuurlijk wel een beetje. Dat zal nooit voorbij gaan. Dat is gewoon die relatie tussen ons. Hè, als we elkaar zien, dan kan de een bedenken, duizend dingen bedenken die scheidt terug vindt aan die andere. En andersom ook. Dus we proberen elkaar niet op de bek te slaan meer. En zo goed mogelijk dat plaatje er doorheen te loodsen. Ik leef elke dag als
alsof het mijn laatste is. Het is een nummer van de Williams Brothers en dat, niet een nummer, het is bewust gekozen voor een song die niet van Verdi of van mij is, omdat daar ook al wel eens conflicten over ontstonden. Neutraal liedje en het is een tweestemmig liedje en ik heb het uitgekozen. Ik vind de tekst vond ik mooi. Het begint met, hoe begint het nou? I'm gonna live my life like every day is the last. Nou, dat herken ik. Want opeens is het tijd. Tijd om niet meer stil te staan. Bij de dingen die zijn misgegaan. Bij elke tegenslag en traan. We hebben wel Nederlandstalige liedjes gemaakt. We hebben dat hele Drie Musketiers musical van Nederlandse teksten voorzien. Maar dat is iets heel anders. Als je het zelf moet gaan zingen. Dus ik dacht van, nou, dat gaat niet gebeuren. Dus het heeft nog weer een maandje geduurd. Voordat Verdi een tekst had en ik een tekst. Uiteindelijk is het mijn tekst geworden. En Verdi vond dat ook wel passend, zeg maar, in de situatie zoals die ontstaan is. Hè, dat nummer, laatste, het is officieel, de afscheidssingle van de Bollands. En ook het is ook 50 jaar geleden dat we ons eerste plaatje opnamen. On a rainy night without you, my tea turned cold. Dus er zit ook een soort jubileumachtige sfeer in. Maar het is definitief de allerlaatste plaats van Bolle de Bolle. Dus dat is ook voor de kijkers ook een geruststelling. Dus geniet elke dag. Alsof het je laatste is. Geen zee te hoog meer is. Alles gaat zo snel. Wij staan daar. I'm gonna do my... Verdi valt in. Bang, krijg je zo'n hand voor mijn neus. Weet je wel? Ja, en je ziet dus, je ziet niet letterlijk zijn hand voor mijn gezicht, maar je ziet wel die schaduw steeds komen. Dan denk ik, oh, daar komt hij weer. Weet je wel? Dus je ziet mij dan op een gegeven moment maar zo staan. Want ik denk, ja, ik ga niet er tegenin, weet je wel? Dus dat is een heel klein voorbeeld, maar wel een fysiek voorbeeld van hoe het ook, zeg maar, ook in de... In de relatie gaat het. Het is lachen, omdat het een uitdaging is. Zo zie ik het in ieder geval. Om het zo lang mogelijk goed te houden, zeg maar. Wat is nou precies wat er botst tussen jullie twee? Kijk, de botst al vanaf dat hij geboren is, botst al iets. We hebben een hele jeugd meegemaakt waarin we elkaar in de haren vlogen. In de studio ook, elkaar te lijf gingen. Niet elke dag, weet je wel. Het moet wel een beetje... spreiden die aanvallen. Dus, maar het is wel iets wat een continue factor was. Niet alleen het fysieke, maar ook verbaal. Hè, dat we elkaar volledig afmaken. Maar er was op een gegeven moment een punt dat we echt helemaal. Dat was de musical Drie Musketiers. En dat was eigenlijk het breekpunt. Toen hebben we besloten om niet meer samen te werken. Echt nooit meer samen te werken. Hij heeft de helft gemaakt van de Drie Musketiers en ik de andere helft. Dat is een musical van Joop van den Ende, om het even toe te lichten. Dus het eindproduct, dat was in ieder geval, ik weet niet of het goed is, maar wel succesvol in ieder geval. A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can. You're in the army now. In die Army Now, dat was in 81 was het een hit voor ons. Dus eigenlijk kwam voor ons persoonlijk het grote succes op dat moment. Want ik kreeg een gouden plaat in Zweden, 5 weken, 1 in Noorwegen. Dus voor ons was dat het grootste succes wat we hadden gehad. A shot ring out in the dead of the night.
Maar die quo-versie die kwam nadat Falco één had gestaan overal met Rock Me Amadeus. En toen Genie kreeg en Vienna Calling, dat was ook een hit in Amerika en Engeland. En toen kwam Quo er nog een keer overheen. Now you remember what the draft man said. Nothing to do will be but stay in bed. Francis Rossi, die zanger, vertelde hoe dat tot stand was gekomen. Hij had het gehoord op de radio toen hij door Schotland reed of zo. Onze versie. En toen had hij die andere jongen, die Rick Parfitt, die inmiddels overleden is, had hij proberen te overtuigen. En dat duurde 5 jaar voordat hij overtuigd was. You're in the army. Uiteindelijk werd dat de grote hit en daar zijn we heel erg dankbaar voor. En dat hebben we ook heel vaak uitgedoet. En zij zijn net zo dankbaar omdat voor dat liedje, zeg maar. Ik heb een nummer gemaakt, Amadeus, en ik had nooit verwacht dat... Ja, ik maakte dat gewoon omdat ik dat zo logisch vond. Ik vond het zo, ik had die film gezien. Amadeus van Milos Forman. Ik dacht van nou, dat is zo logisch. Het ligt zo voor de hand. En daarom wilde Falco het ook niet opnemen. Hij zegt, jullie gaan niet over klompen zingen en over, weet je wel, en over windmolens. Weet je wel. Hij zegt, dat doen jullie niet. Hij zegt, nee, ik ga niet over Amadeus zingen. De hele Wenen ligt vol met Mozartkoeken. Amadeus, 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 Amadeus. Komt er een musical en eindelijk heet het Rock Me Amadeus. En daar ben ik zo blij mee, want ik vind dat de beste titel gewoon voor een Falco musical. Omdat Rock Me Amadeus, ik zeg nou, dat ben ik het helemaal mee eens, dat heeft ingestaan, die titel. En die titel is bekender dan in Amerika bijvoorbeeld of in Engeland, dan de naam Falco. En om daar op te focussen, plus het moet ook een echte rock musical worden dan. Weet je wel? As opposed to alleen maar een opsomming van liedjes van Falco. En jij werkt eraan mee? Ja, en mijn broer ook. We hebben in ieder geval wel contact en dat is natuurlijk wel iets wat leuk is. En ook frustrerend gelijk weer. We gaan in al die oude, we schieten in al die oude dingen, weet je wel. Jij dit en jij dat, weet je wel. En dan moeten we onszelf dus een beetje gaan temmen wat dat betreft. En een beetje rustig houden. Oké, dat doe ik dan ook. Da 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 da. Ginny, komm, steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Und wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns? Genie, quit living on dreams. Genie, life is not what it seems. Such a lonely little girl in a cold, cold world. There's someone who needs you, Genie. Quit living on dreams, Genie. Life is not what it seems. You're lost in the night, don't wanna struggle and fight. There's someone who needs you, baby. Dat was een heel ander beest, zeg maar. Dat was gepland eigenlijk als... Een ontembaar beest ook, hè? Een ontembaar beest. Ja? Eigenlijk wel. Want we hadden nooit verwacht dat het die enorme sensatie zou opwekken. Hè? Waardoor die geband werd van de radio. Omdat het te suggestief zou zijn. Het zou een lustmoordenaar zijn. Maar het is allemaal... Het wordt nergens gezegd. Het is alleen maar suggestie.
En het is zelfs alleen maar audio. Dus er zijn films, daar worden mensen, hun oren worden helemaal bewerkt en weet ik veel wat. Daar zegt niemand wat over. Es ist kalt. Wir müssen weg hier. Raus ist der Wort, verstehst du nicht? Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich hab's gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen hast. Und du hast gesagt, mach mich nicht an. Nadat het in Duitsland was verboden, toen heeft het 8 weken één gestaan daar, daardoor. En dat was niet aan te slepen. En Nederland, Frits Spits, die had een telefoontje gekregen van een meisje die was, als ze dat hoorde, toen kon ze niet aan, zeg maar. Dat werd ze, want haar was iets overkomen. En dat begrijp ik, als je zo, maar als je naar de tv kijkt, als je het journaal ziet, dan zie je de verschrikkelijkste dingen. Maar bij muziek ligt dat dus blijkbaar anders. Ze zeiden dat ze dan overvallen en we hebben het plaatje niet teruggetrokken, want dan kan je wel aan de gang blijven. Maar ik vond het wel een opvallend verhaal en ik begreep het ook wel. Want je bent in de supermarkt en je hoort ineens dat nummer en je associeert dat met een enge gebeurtenis. Jetzt wissen alles, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Du bist bei mir. Jeannie, quit living our dreams. Jeannie, life is not what it seems. Such a lonely little girl in a cold, cold world. There's someone who needs you. Jeannie, quit living our dreams. Jeannie, life is not what it seems. You're lost in the night. Don't want to struggle and fight. There's someone who needs you. Hey, babe. Oh, oh, Jeannie. Oh, Jeannie. There's someone who needs you. Je bent ook samen met jouw zoon de studio ingedoken, ja. Of nog steeds bezig met ook een nieuw album? Ja, een nieuw album. Eigenlijk EP, maar tegenwoordig ben ik die pop een beetje aan het... ben ik meer naar de indie hoek gegaan. En, dus wat kunnen mensen verwachten? En een hele andere Rob, voor zover ze Rob kennen. Want ik verbaas mezelf er ook over. Waar ik spijt van heb? Nee. Nee, totaal niet. Wat hoop ik nog te bereiken? Ik hoop nog een keer een paard te staan. Gewoon zelf, met mijn eigen repertoire. Dat lijkt me fantastisch. Moon was on fire, no one could save me but you. Strange world desire, make foolish people do. Well, I never dreamed that I'd meet somebody like you. Dat vind ik gaaf, als dingen een ander leven. Ik hoorde bijvoorbeeld, gisteren kregen we een mail dat In the Army Now, dat is een liedje van mij, dat wordt gebruikt in de volgende serie van The Crown. Dus nou, The Crown is The Crown, weet je wel. En dan komen we voorstellen, een minuut lang, dat vind ik best lang voor een en dan vraagt ze een toestemming uiteraard, dat is een zakelijk circuit. Maar ik ben zo, dat kan ik niet anders zeggen dan trots, dat het nummer nog leeft, zeg maar ook. Weet je wel. En dan helemaal in zo'n serie, het is ook gebruikt voor de Simpsons en dat soort dingen. Dat vind ik geweldig. Dat zijn de dingen die voor mij echt, dat heb ik altijd gedroomd, dat soort dingen zou gebeuren. Zeg maar. Toen wist ik nog niet dat de Crown bestond, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Easy, easy like Sunday morning. Yeah, that's why I'm easy.
Ik hoor een album met covers aankomen. Album met covers, ja, ik ben gek op covers. Ja.